Inge van Os van KSK Heist, genomineerd voor beste toelvrouw van het jaar. Wat doet zo'n nominatie met jou? Het is wel mooi voor je seizoen. Je hebt een seizoen gespeeld en het is toch een beloning die je erop krijgt. Heb je zelf zo een idee waarom dat je genomineerd bent? Ja, als ik kijk naar het begin van het seizoen heb ik zelf echt wel vooruitgang gemaakt. En ik denk daarom toch wel. Ja, KSK Heist had het niet altijd makkelijk dit seizoen. Dus ja, een goede doelvrouw was wel voornaam. Ja, het is lastig, maar we hebben het wel als team gedaan. En iedereen bleef positief, dus mooi seizoen alsnog gehad. Buiten jezelf, wie draag je naar voor de trofee binnen te halen? Vind ik lastig. Ik denk dat iedereen een goed seizoen heeft gedraaid als je kijkt naar alle keepers. Ik zou niet durven zeggen wie... Ik denk dat iedereen hem uiteindelijk wel verdient.